Op internet zoek je een bepaalde product of dienst. Je twijfelt nog een beetje, maar bij één website zie je net dat 93% van de gebruikers hierover tevreden is. Dan ben je van nature geneigd om toch voor dit product te gaan. Of je gaat naar de bioscoop om een film te zien waarvan je niet precies weet waar die over gaat. Maar omdat je collega's en je vrienden enthousiast zijn, besluit je om toch naar die film te gaan. Dit zijn nu twee voorbeelden van het beïnvloedingsprincipe sociale bewijskracht of sociale onderbouwing. In deze video leg ik je jou uit hoe jij sociale bewijskracht in kan zetten om anderen te overtuigen. Mijn naam is Jesse Marcus en ik ben projectmanager bij het Nederlands Debat Instituut. In deze video beantwoord ik de vraag: hoe kun jij sociale bewijskracht inzetten om andere mensen te overtuigen? Als mensen namelijk aankopen doen, dan kijken ze graag naar andermans gedrag. Wat koopt of doet nou de ander? Vooral bij het maken van beslissingen, zoals het doen van een grote aankoop op een website, of in spannende situaties, zoals het leggen van nieuwe contacten, kijken we naar hoe andere mensen handelen. Mensen zijn sociale dieren en zoeken daarom bevestiging in hun beslissing. Als iedereen het doet, dan zal het wel goed zijn. Hoe zet je sociale bewijskracht nu in op de werkvloer? Een voorbeeld. Je bent in het MT-overleg met collega's en je stelt voor om online advertenties te doen als bedrijf. Maar de vorige keer was het plan niet helemaal goed bevallen en iedereen is dus kritisch op jouw verhaal. Dan kun je inbrengen dat de afdeling marketing het wel een heel goed idee vindt. Dit maakt jouw verhaal krachtiger en doet jou overtuigender overkomen. Kortom, als concrete tip voor jezelf, zet sociale bewijskracht in om anderen te overtuigen. Om bijvoorbeeld jouw idee te versterken, deel vooral wat andere mensen daaraan gehad hebben. Vond je dit nu een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal. Net als die vele duizenden mensen voor jou. Anita en ik hebben een reeks gemaakt over de 7 principes van overtuigingskracht van Robert Cialdini. Wil je hier meer over weten en ben je nou enthousiast? Abonneer je dan vooral op ons YouTube-kanaal. En wil je meer leren over het toepassen van de principes van Cialdini? Kijk dan ook eens op onze website naar de training Bewust Beïnvloeden.